Yo kijkers, en super dat jullie kijken naar een gloednieuwe review op dit kanaal. Mijn naam is Serena en vandaag review ik voor jullie de nieuwste Air Jordan 3 Muslim. Deze schoen gewonnen via kicks.de, een Duitse site waarbij de retail €199 plus shipping was. Het geld wordt gereserveerd op je PayPal account en dan als je wint haal ze het eraf en anders krijg je het gewoon direct teruggestort. Wel heb ik gehoord dat je op kicks.de een hogere winstmarge hebt dan andere raffles. Dit is dan de doos waarbij je eigenlijk helemaal links een beetje zo'n beige glossy kleur krijgt. Het voelt ook zo'n beetje ruwer aan. En aan de andere kant van de doos krijgen we dit off-white kleurtje. Met daarop deze Cardinal Red Jumpman die er echt wel uitspringt. De kleur op de size tag is Muslim University Red. En ik ben gegaan voor een 9, oftewel een 43. En dit is hem dan, de Jordan Muslim. Zoals je kunt zien is het zo'n beetje een koffiekleurig effect. En het is ook een beetje een trend de laatste tijd. Veel mensen gooien hun schoenen in een groot bad met allemaal koffie in. Laat ze daarin weken en krijg je zo echt een mooie koffiekleurige schoen. Nike heeft dan ook denk ik opgevangen dat dit zeer populair is en is dan mee op deze boot gesprongen. Dus is het voor jou een beetje een wauw effect of een naar effect? Als eerste hebben ze het grijze suede gebruikt dat eigenlijk heel erg zacht is. Zit op de voorkant van de nostep, hier aan de sockliner. En ook van achter rond de hiel. Aan deze Jordan 3 in tegenstelling tot alle andere Jordan 3's. Dat is in plaats van dat dit deel in leder is, is het nu in canvas, oftewel in muslin. Ja, muslin is eigenlijk een materiaal dat net ietsjes dunner is dan canvas. Ja, je voelt het ook wel een beetje, het zit ook een beetje strakker tegen elkaar, allemaal aangedrukt. En het is bijvoorbeeld ook beter om op te customizen, omdat het de verf ook beter gaat opnemen. Als we dan gaan kijken naar de rode kleuren, zien we dat die zitten op de eyelids, aan de binnenkant van de tong, op de voorkant van de tong in vorm van een Jumpman en ook hier van achter met Jumpman en dan Air van Jordan Air. Wel vind ik het goed dat ze dan op deze beige kleur zijn gezet, want daardoor komen ze echt wel extra tot hun recht. Standaard geleest in het wit, maar je krijgt er ook extra grijze veters bij. Dus welke vinden jullie het mooiste? Wit of grijs? Voor de zool hebben ze een off-white kleur gebruikt met deze exposed air bubble. En op de outsole hebben ze grijs, off-white en rood gebruikt. Eens kijken hoe ze onfiet zijn. We'll be right back.
Dit was mijn review over de Air Jordan 3 Mousseline. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, klik dan zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. En als je mijn video's leuk vindt, klik dan ook zeker eventjes op dat abonneerknopje. Die staat zo hier beneden. Volg ook zeker mijn social media. Die staat hieronder zo. En dan zeg ik zoals altijd, kijk eens liken en like eens subscriben. Ik zie jullie graag terug bij de volgende review.